TVL-collega Cynthia is mama geworden. Annemie is er graag als eerste bij om kleine Leonie te bewonderen. En een openhartig gesprek te voeren over het leven als kersvers moeder. Sta me wel toe te zeggen dat ik deze aflevering Annemie haar vergelijkingsvermogen niet van uitzonderlijke kwaliteit vind. Zullen we zeggen dat dit Maarten is? Dat is toch namelijk het grootste varken van Studio TVL, ja. Toch? Ja. Maarten, dit is, dat ben jij dan. Ja, Annemie, jij bent ook knap. Ja, Leonieke. Cynthia Reekmans, en dan bedoel ik onze Cynthia Reekmans van TV Limburg, is mama geworden. Op 15 april gaf ze het leven aan het schattige dochtertje Leonie. Hoe ziet dat klein patteken er nu uit? En hoe gaat het met de mama wel? Iedereen wil dat weten. Ik natuurlijk. En ze komt vandaag naar Millennium Golf in Paal. Dus ik kan het allemaal aan haar vragen. Daar is ze! Oh, eindelijk, Cynthia. Ja. Ça va? Ja, met u? Nu ben ik nog eens heel benieuwd. Oh, mijn god. Ja, ik heb ze goed ingepakt, hè, met de wind. Wat een schattig klein ding. Ja, ik vind het ook een lieve. Wow, dit zijn nu een paar weken? 3 weken, ja. Oh, en dat slaapt gewoon altijd, of wat? Als ze geen honger heeft. Nee, dat. Zeg, we gaan een beetje een wandelijksje doen? Ja, het is dat is mooi. Schoon, met dat moedergevoel? Had je dat moedergevoel meteen? Nee, niet echt eigenlijk. Nee? Ik moet er nu soms nog aan wennen dat mijn kind is. Zo. Oh. Allee, je hebt dat wel 9 maanden zo gedragen, maar je weet dan niet hoe dat gaat zijn, hoe dat is. En dan in één keer is er een kindje en dat is dan van u voor altijd. Dus dat was echt zo van oeh. Nee, dat was in het begin wel waar. Allee, ik zie dat wel heel graag van in het begin al. En dat is wel van ja, dat is mijn Leonie. Maar om nu zo te zeggen, ah ja, ik ben mama. Als ik dan zo zeg, kom eens bij mama, dan heb ik dan nog altijd zo van, ah ja, nu ben ik wel echt mama. Klinkt oud, hè? Ja, mama. Ja, ook, ja. Nee. Dat is toch gewoon het mooiste wat er is? Dat wel, ja. Ik zie ze heel graag. En het is zo'n lieve. En, allez, elke dag zie ik ze liever en liever zo. Het is echt zo'n poppemie. Het verandert ook gewoon zo snel. Ja, elke dag verandert het. Ja, en die is al gegroeid en dikker geworden. En ja, het is... Ja? Gaat rap. Hoe groot was ze bij de geboorte? 51 centimeter. En hoe zwaar of licht? 3 kilo, 305. Oei, maar... dat is goed, hè? Ja, het was goed. Allee, niet te dik, maar ook niet... Allee, het was goed, maar dan was ze redelijk rap afgevallen. Ai. En dan hebben we moeten zien met de melk en zo, want je hebt met de borstvoeding. En dan, nu weegt ze al 3 800 kilo, dus op 3 weken tijd goed. Is het goed, hè? Ja, kijk, Cynthia, die zijn ongeveer tussen de 5 en de 9. Die krijgen de eerste golfles. Ja. Zie je het gebeuren zo? Ja, dat zal ze zelf een beetje moeten kijken. Hè. Dikwijls is dat denk ik wat de mama en papa doen, dat de kindjes ook doen. Ja, voetballen zie ik ze nu niet. Nee, dat gaat ze niet doen. Maar ik heb altijd gedanst, dus misschien dansen. Of ja, misschien ooit golven. Het is dicht bij ons thuis hier ook. Dus, Maar kun je er iets bij voorstellen dat ze straks al zo groot is? Nee, gaat snel. Nee, je kunt dat niet voorstellen. Ik vraag me dat wel af, hoe gaat die zijn? Hoe gaat die nu veranderen? Ja, want ik vind dat ze als baby lijken die allemaal zo been. Maar hoe gaat die dan worden? De kleur ogen bijvoorbeeld ook, dat vraag ik me nu ook af. Wat gaat dat geven? Gaat die blauw of bruin zijn? Welke kleur is het nu? Nu is het donkerblauw. Ah, welke kleur heb jij? Ik groen? Bruin. Bruin. Bruin, ja. Is het ook een beetje groen? Bruin aan jouw ventje, Filip? Heel veel blauw, dus ik hoop eigenlijk papa, dat ze heel veel blauw gaat krijgen. Namens de collega's van TVL, hè? Ik heb zo'n beetje nagedacht, niet dat het allemaal originele cadeaus zijn, maar ik vind dat zo de baby daar mooi te pakjes bij zijn. Hè? Ja. Ik zie dat die buggy nog redelijk leeg is, ja. Dat wiesje hier, dus dat kan er wel in. Hè? Ja, dank je. Moet dat open doen? Zal ik dat vasthouden? Ja, want dat gaat precies waaien. Ik heb dat lang niet meer gedaan eigenlijk, zo met de buggy rondgereden. Dat is eigenlijk geen buggy, het is... Een koets. Het is de koets nog, hè. En de zonnetje schijnt er naar roze. Oh. Ik ben voor roze, hè. Ja, maar ik zei in het begin, ik wil geen roze. En nu, ik heb alleen maar roze dingen. Dat is echt waar. Maar kindjes houden van kleur. Ja, dat is waar. Want beige zien ze niet. En het schijnt dat rood de eerste kleur is, ja. Dat kinderen kunnen zien. Rood en dan roze, felle kleuren dus. Wie is dat, Leonie? Kijk, dat is dan... Zullen we zeggen dat dit Maarten is? Dat is toch namelijk het grootste varken van Studio TVL, ja. Toch? Ja. Maarten, dit is, dat ben jij dan. He, altijd dicht bij Cynthia en Leonieke. Kijk, Leonie steekt haar armen al uit. Ze wil het varkentje gewoon
vastpakken. Heel graag bij haar. Schattig, hè, cool. Toch? Ja, heel lief. Dank u. Cynthia, je doet het alsof je het nooit anders hebt gedaan. Nochtans, ik had er wel wat bang voor. Ik speelde vroeger helemaal niet graag met de poppen. En dan, ik had altijd zoiets van, oh nee, dat aankleden en dit en dat. Maar nu gaat het eigenlijk goed. Ja? Ja. Want dat moedergevoel komt wel rap, hè. Had je dat meteen? Als ze, nou ja, dat babytje komt uit je lijf en dan krijg je dat, hè? Toen zei ik, ik kan daar niet aan. Want ze zei, pak het. Ik zei, maar ik kan er niet aan. Ik raakte daar echt niet aan. En toen hebben ze het dan op mij gelegd. En dan was dat wel zo van, dat was dan ja, zo blauw en glibberig en zo. En ik dacht, ik moest daar dan toch wel even van bekomen. Maar dan eens als je dan op de kamer zit en zo, dan besef je toch wel, ze is er eindelijk. Het is gelukt. Amai, tranen gevloeid? Nee, eigenlijk even zo. Toen mijn mama binnenkwam en mijn papa dan toen wel. Maar na die geboorte eigenlijk niet. Dat was echt zo, ik ben blij dat hij eruit was. Ja? Had je er schrik voor? Maar ja. Je had een beetje bang, hè, voor de nachtmerries, ja. Ik dacht altijd, gaat er nooit uitkomen, hè. Wat erin geraakt, geraakt er ook uit, ja, toch? Maar niet zo gemakkelijk. Dat is wel waar. In alle landen is het gelukt bij iedereen. Dus, er zijn mensen die in het oerwoud, ja, dat heb ik dan wel altijd gedacht. Als die dat kunnen, ga ik dat ook wel kunnen. Ja, en het is dan gelukt zelfs zonder epiduralen en zo. Dus die oerkracht, of dat instinct, dat is er dan toch wel plots. Hè, want ja. Voor die epiduralen was je gewoon te laat. Ja, te laat. Ja, het was veel te rap gegaan. In één keer had ik 8 centimeter opening en konden ze geen epiduralen meer zetten. Oh mijn god. Dus eerst zeiden ze, we gaan nu een epidurale zetten. Dus toen had ik bang voor die spuit van de epidurale. Oh nee, dat en weet toen je zeiden niet. Ze, ja, het gaat niet meer lukken. Dus toen had ik bang van hoe ga ik dat dan eruit krijgen. Maar uiteindelijk is dat wel gegaan. Is het vreselijk? Doet het vreselijk veel pijn? Ik heb 2 keizersneden gehad, dus ik kan niet vergelijken. Ja. Heel fel pijn. Oh my god. En hoe snel ben je dat vergeten? Want ze zeggen, dat vergeet je ook heel snel. Ja, je kunt dat je nu niet meer voorstellen, hoe die pijn is. Zo. Want ik had echt blaren van mij. Ik had zo aan bed mij constant opgetrokken. Als er een wee was, ik had echt hier heel veel blaren op mijn handen. Oh jezus. Ja, in het begin gaat dat wel heel goed. Dat ging heel goed. Die eerste wee, ja, dat is dan om de 5 minuten heb je tijd om te recupereren. Maar als die dan om de minuut komen, dan hangt je toch wel bijna tegen het plafond. Ik heb gelezen dat je het heel kot bij elkaar hebt gegild. Is ook. Heel hasselt en omstreken. Ik denk dat die vrouwen nu nog oorsuizingen hebben. En de papa? Die was sterk houden. Ja, maar goed dat hij er was om mij een beetje te kalmeren. Want ik denk dat hij er niet was geweest. Dat anders was. Ja, want op een gegeven moment zei de vroedvrouw ook, nu moet je kalm blijven, want anders gaat je kind in gevaar brengen. En wat was dan die onrust? Waarom bleef je niet kalm? Omdat ik zoveel pijn had en ja, ik weet het niet. Ik weet niet, ik was precies een beetje... Aan het eilen. Ja, in een trance. Ja. Mijn benen sloegen ook alle kanten uit. En ik was naar de kinesist geweest, ik had oefeningen, benen trekken, puffen, wegblazen. Wist ik heb alles gedaan, behalve dat wat hij heeft gezegd. En Philippe zei dan, denk aan die oefeningen. En dan was dat, ik moet dat doen, En dan, als ik dat deed, dan ging het ook wel goed. Want dan is ze op 3 keer persen is ze eruit gekomen. Maar in het begin, ja. En van waar kwam die angst eigenlijk? Ik heb al bang. Ik kan geen pijn verdragen. Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen. Nooit spuiten of zo gehad. Ik, dat was allemaal nieuw. Gewoon allemaal nieuw. Ik heb veel te veel bang van pijn. Ja. En schrik. Dus een spuit, dat is niks voor jou. Naar het tandarts gaan? Ik heb nog nooit een gat gehad in mijn tanden. Dus... Jij zorgt ervoor dat die er niet komen, want jij wilt geen spuit. Dat zei hij ook. Ja, we gaan nu prikken en dan is dat zo gelijk bij de tandarts. Ik ben nog nooit... ik ga wel elke keer naar de tandarts, maar ik moet nooit geen vullingen doen, want mijn tanden zijn gewoon goed. En je hebt wel ooit bloedafnames en zo gehad, ook tijdens je zwangerschap, toch? Ja, maar dat was dan zo, hè. En nu vond hij mijn aders niet, die waren te broos, dus die 4-5 keer moeten prikken opnieuw. Dus dan zat ik daar ook van... Oh. Nog een trauma erbij. Niet? Ja, dat was even... Toen heeft Philippe het ook wel even moeilijk gehad, dat hij altijd met die naald moest opnieuw die aders zoeken. Maar voor de rest heeft hij zich heel goed gehouden. Ook daarna, die heeft direct dat kind gepakt, daarvoor gestorven. Ja, dat heb ik dan nog gevraagd, mag jij dat doen? Want het ging dan allemaal zo snel, maar dat heeft hij dan gedaan. En ook dadelijk daarna een badje gestoken, aangekleed. De eerste dagen, ik heb de kans bijna niet gehad om die bodykes aan te doen. Amai, ik heb echt een hele goede papa eruit gekozen. En op wie lijkt ze nu? Op Philippe. Ja? Helemaal, ja. Kan je dat zeggen? Ja, het was al als hij eruit kwam.
eigenlijk zo een echte van de per. Zo, wij vonden eigenlijk dat hij leek op Philips en de papa. Oh, zo, dit zit er voor niks tussen. Maar zo, ja, die trekken, die mond en die neus hebben zij zo typisch. Zo dikkere lippen en een dikkere mond. Zo. Dus ja, ik zie mijn eigen er helemaal niet in. En die vingertjes? Dat kan nog komen. Die ook lange vingers. Ik heb maar kleine vingers. Ze had heel lang nagels. Heerlijk, hè? Ja. Je kunt er nog maken, hè? Ja, we moeten ook nog even wachten. Worden er nog gemaakt? Ooit? We zien wel. Ja, ik denk... Allee, ik zou er al twee willen voor hun. Zo, allee. Ik heb ook een zus en ik denk dat dat wel leuker is als je met twee zit dan alleen. Maar nog niet? Nee, ja. Even bekomen. Over een half jaar of zo. Cynthia, Leonieke, schone naam. Ja. Hoe ben je tot die naam gekomen? Ja, mijn opa heet Leon. Leon heet, zeggen ze dat nu zo, hè, Leon. Maar ja, ik vond Leon voor een jongen eigenlijk heel mooi. En ik was altijd overtuigd in het begin dat het een jongen ging zijn. Dus ik had al op één Leon staan. En ook Philippe zijn oma heet Leontien. Oh. En dan ja, was het dan uiteindelijk een meisje. En toen had ik zoiets van, ja, anders moeten we zoiets doen met Leontien. Vond ik dan iets te oud eigenlijk. Ja. Leonie is ook oud, maar niet zo oud. Ja, en ik wou dat heel graag doen voor die mensen. Dat zijn nog zo, die oma en opa die het dan heel goed beseffen, die het dan nu nog kunnen meemaken. Die zijn heel fier natuurlijk. Mijn opa is echt overal naar de stad. Ja, dat is naar mij genoemd. En ik vind het zo schattig ook. En dat is dan toch fijn. Hij is ook dadelijk komen bezoeken en zo in de kliniek. En dan heel fier met zijn plastro en zo. Het was echt zo schattig om te zien. Jullie zitten ook met een vier geslacht, hè, in de familie? Ja. Mijn oma, mijn mama, ik en dan Leonie. Is het familieportret al gemaakt? Nee, nog niet. Mijn oma zit in trustsoort, dus dat is een beetje moeilijk. Maar we gaan volgende week daar een foto van maken als oma bij mijn mama is. Die komt om de zoveel tijd, is mijn mama haar beurt om voor oma te passen. Mm-hmm. Om op oma te passen. En dan gaan we dat zeker maken, en dat mag zeker niet ontbreken. Ze is nu 3 weken oud. Ja. Misschien komt dat van pas, soms is dat handig. Ik weet, misschien heb je dat al, maar dat is iets heel tof. Je kunt dat pas zien als we het uitpakken. Ja. Verscheur, dat zou ik zeggen. Het is allemaal veel te goed ingepakt eigenlijk. Ja, maar ik moest er een schaar hebben. Misschien heb je het ook al. Nee, maar dat wou ik wel hebben. Het is al te laat, hè? Het is al te laat, hè? Ja. Oh, wacht, we gaan nog eerst iets bestellen. Hallo. Dus verscheur jij verder. Een koffieken, alstublieft. Voor mij een groene thee, alsjeblieft. Ja. Zo van die kaartjes. Inderdaad. Keigoed, dat wou ik echt nog hebben. Dat is heel leuk, want dan kan je zo elke week dat baby, hè, alweer een weekje ouder is, ik zal eraan trekken. Voilà. Dan kan je dat bij de baby leggen. Ja. En dan weet je van... Oh, dat is leuk. Ik zie dat op Facebook bij iedereen. Ja, dan moet je dat later bij elkaar, langs elkaar leggen en dan weet je hoe oud ze zijn. Dus dat is voor een meisje. Ja, die kan ik dan misschien... van een meisje. Dan moeten we eigenlijk gaan zoeken naar de derde week. Dus ze is 3 weken oud. Vandaag was mijn eerste echte lachje. Ja, dat zijn we nog niet natuurlijk. Nee. Hè? Ik sliep vannacht voor het eerst door. Dat doet ze nog niet? Nee, helaas. Hoeveel uren slaapt ze? Soms al eens 4 of 5. 5 is de ene keer voorgekomen, dus het valt mee. We hebben zo een patroon. Ik ga redelijk vroeg slapen. Dan blijft Philippe erbij beneden. En dan kan ik 3 uurtjes doorslapen. En dan doe ik de nacht. Hè. Dus dat gaat nog wel. Oké. Okay. Jan, vandaag... Rolde maar ik voor wel het eerst om? Het is een heel sterke. Ja? Dat heeft hij van kind en gezin gezegd dat hij heel rap gaat rollen. Dus, dat is een heel actieve? Ja. Van wie heeft ze dat? Het is ook zo'n roller in bed. Ja, ze slaapt wel helemaal gelijk ik. Zo, handen en benen buiten de lakens, zo tegen haar gezicht. Dat is helemaal gelijk ik. Helemaal de moeder. Ja. Vandaag at ik mijn eerste hapje. Vaste hapje. Ja, dat zal in ieder geval vandaag zijn. Alles vloeibaar. Welke hapjes krijgt ze?
borst. Borstvoeding? Ja. Dat is flink. Ja, ja, ja. Had je dat meteen voor ogen van, ik ga dat proberen, ik wil dat doen? Ik wou dat proberen, maar ik heb wel zoiets als dat niet lukt of dat deed mij, zou mij pijn doen, dan zou ik daar ook dadelijk mee stoppen. Ik heb niet zoiets van, dat moet absoluut. Ik ben ook groot geworden op flessenvoeding en ik mankeer denk ik niks. Voelde je verplicht om het te doen? Misschien is dat tegenwoordig wel een beetje een pusherige mentaliteit die ze hebben. Zo van, je moet dat geven, want het is het beste wat ze kunnen hebben. Dat je je bijna schuldig voelt als je het niet doet. Maar daarmee, ik heb het in het begin zeker geprobeerd dat ze die eerste melk zou hebben. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, en toch? Nu gaat het heel goed, dus nu blijf ik... Want in het begin lukte het niet. En vanaf het moment dat ik thuis ben gekomen, lukte dat wel. Ja. Dus precies of ik... blijven doen? Ja, nee, ik ga proberen, ja, tot als ik ga werken terug. Maar niet dat ik daar nog een jaar of zo de borst ga geven, dat hoeft echt niet. Nee, het is ook uiteindelijk gemakkelijk als je ziet hoe rap een flesje klaargemaakt is. Ze zeggen soms wel van, dank u. Dankjewel. Dan zit je met die flesjes en steriliseren en dit en dan. Uiteindelijk is dat even rap gedaan. Hè. Maar komt dan wel altijd op jou neer? Die Filip kan altijd in zijn bed blijven liggen, want ja. Mama gaat toch opstaan. Ja, maar ja, dat is ook maar even. Hè. Dat is niet dat heel mijn leven gaat. Eens kijken wat er hier nog allemaal in zit. Daar zeg ik voor het eerst papa. Hoop je dat ze voor het eerst mama zal zeggen? Is dat een wedstrijdje thuis? Nee. Maar ik denk aan de vanavond dat het nu al zo goed klikt tussen papa en dochter, denk ik dat misschien toch wel eerst papa. Ja, merk je dat? Is die band anders dan tussen jou en Leon? Nee, anders niet. Maar hij is toch wel heel... Allee, zo echt papa-dochter, zo vader-dochter. Dat merk ik toch wel, ja. Ben je soms jaloers? Ik moet hem delen. Jaloers? Nee, zo ver gaat het niet. Maar toch dat ik denk, dat zijn vroeger tegen mij ook. Oh, nee. Ja, of zo liedjes zingen of zo. Dan denk ik, ja, dat ken ik, ja. Cynthia, ik zie dat je even technisch werkloos bent, want je ventje heeft Leonieken overgenomen. Ja, ja, dat doet dat goed, hè? Dus tijd om jongens te ondervragen en zo. Ja. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. En als het klopt, ben jij jarig op 7 april. Ja, en Leonie is geboren op 15 april. Ja. Dus jullie zijn van sterrenbeeld, alle twee? Ja, ram. Als het klopt, dan zou jij een natuurlijk optimisme hebben. En een enthousiasme van je wels. Is dat zo? Ben je altijd een vrolijke nu? Ik denk in het algemeen wel, ja. Ik ben nogal positief ingesteld. Ik zal niet rap... ik lag ook wel heel veel, denk ik. Ik zal ook niet rap negatief denken. Maar ja, soms zijn er wel momenten. Hè. Dat is niet dat ik altijd met alles lag. Er zijn ook momenten dat het serieus moet gaan. Wat zijn dingen die u ondrukkig maken of die u verdrietig maken? Als er zoiets in de familie of zo. Gelijk nu opa is in de kliniek of zo. Daar kan ik dan echt zo wel mee inzitten. Zo van, als er zoiets met de familie is of zo. Onrecht wordt gedaan aan mensen. Oké, Sarah. Je zou ook... komen ook af en toe minder leuke dingen, hè? Egoïstisch zijn, zeggen ze. Rammen zijn egoïstisch. Ja, dat is op bepaalde gebieden, denk ik. Zeg eens hoe. Wat ik heb gevonden is dat ze echt met zichzelf bezig zijn. Ze willen ook echt gaan voor die eigen carrière. Zo'n beetje van... Ja, bijvoorbeeld die carrière, ja, dat is dan wel zoiets van, ja, ik probeer toch wel altijd mijn best te doen en dat ik er dan ook sta als ik iets moet doen en dat ik dan dat ook wel fijn vind als ze mij dan komen zeggen dat het goed is. Zo, op dat gebied is dat egoïstisch, dat weet ik niet. Dat is misschien gewoon dat je professioneel of perfectionistisch bent, ja. Maar heel egoïstisch van ik en de rest kan stikken niet, dat denk ik niet. Je bent waarschijnlijk ook onafhankelijk, of je wil onafhankelijk zijn. Dat is ook wel. Allee, ik heb dan mijn beroep bij TV Limburg en in bijberoep ben ik dan nog zelfstandige. En ik doe dat ook allemaal op mijn eigen, zo, ook niet met een manager. Ik regel altijd ook alles zelf. Onafhankelijk, ja, wij hebben ieder ons eigen job, dus wij zijn eigenlijk onafhankelijk van elkaar. Maar wij delen wel alles, dus het is niet dat ik mijn pot heb en hij zijn pot. We hebben alles samen getrouwd, dus dat maakt ook niet uit. En ik denk ook dat tegenwoordig ook wel een beetje normaal is dat vrouwen onafhankelijk moeten zijn van hun man. Dat is niet meer gelijk vroeger dat je je man nodig had om rond te komen of dat je daar helemaal vanaf hing. Mm-hmm. Ook qua huishouden en zo. Allee, ik denk iedereen doet zijn deel. En... Doet hij zijn deel? Ja, zeker. Hij hoeft het toch niet, hoor. Doet hij zijn deel? Mag niet te hard doen, hè. Ja, jawel, hij doet wel. Het is een hele goede man. Een hele goede papa nu ook. Ik zie het.
Ik las ook dat je vroeger zeut was. Ja, daar hebben ze natuurlijk weer overdreven. Ja, dat is echt Cynthia. Als het in de boekjes staat, is het al anders. Ja, zeut. Ik was een brave, ik zal het zo een zeggen. Ik ben geen rebel, geen puber geweest. Echt zo'n pubertijd heb ik niet gehad. Nooit iets uitgestoken? Nee. Nee. Nooit uit het raam geklommen, op stap gegaan? Nooit elke week een ander liefje thuis gekomen? Nee, helemaal niet, want dat mocht niet. We mochten geen liefjes thuis binnenbrengen voor ons 18e. Dus ik had zoiets, ja, waarom zou ik geen willen als ik het toch niks mee mag doen of kan doen? Dus ik had dan maar geen. Ik had heel veel vrienden, hè, dus dat was ook goed, dat was ook plezant. Hè. Was je een laatbloeier op vlak van de liefde? Ook, ja. Eerste seizoen op? 16 of zo. De eerste echt lief op? 19. Oké. Okay. Echt lief, hè? Ja, ja. Ja. Je had er gewoon geen behoefte aan. En dat is ook maar mijn tweede. Dus, maar het was voor eeuwig en altijd. Jullie zijn getrouwd vorig jaar, hè? Ja, ja. Rammen hebben naar het schijnt ook een kort lontje. Als je je zin niet krijgt, dan kan je echt heel vervelend zijn. Ja, ik heb altijd zoiets in mijn kop van... Dat moet zo gaan en dat moet zo zijn. En dan wil ik ook wel dat dat zo verloopt. Ja, dat is wel waar. Ja? Vandaag moet dat gebeuren en als dat vandaag niet gebeurt, dan... Kunnen we een kop gaan staan? Hij ook? Ja, ja, ja. Je zult je zin doordrijven. Ja. Je hebt een hele grote behoefte aan liefde en passie. Dat geldt dus ook allemaal voor die dochter, want dat is hetzelfde sterrenbeeld, hè? Ja, ja, ja. Veel behoefte aan liefde en passie. Zou je zonder... Liefde. Man in je leven kunnen zonder een liefde? Ja, zei ze. Ze zei ja. Niet meer zonder mijn man. Maar ik heb wel zoiets, als dat nu ooit gedaan is, dan hoef ik voor mij geen man. Allee, ik heb wel zoiets van, dan hoef ik geen man. Echt waar? Dan zou je gewoon alleen kunnen leven. Amai, straf. Ja. Past die al helemaal niet, denk ik. Ik ben wel een koopbloedige. Ja? Ja. Nochtans heb ik ook gevonden dat rammen een groot libido hebben. Ja, sommige misschien. Dan gaan ze niet allemaal over dezelfde kant. Ik hoop voor haar van wel, maar ik heb dat iets te weinig. Achter kan dan gewerkt worden, maar je bent wel trouw. Dat wel. Rammen zijn oertrouw. Ja. Als ze iemand hebben gevonden en het klikt, dan gaan ze daar ook echt voor door vuur en vlam. Dat is ook dus wat ik zeg, ik heb eigenlijk maar twee liefdes gehad, of lieve gehad, of ja, nu met een man. Dat is ook redelijk, ja, ik ben toen 6 jaar, nu zijn we 7 jaar samen. Ik heb dat ook... Als je iemand kiest, dan ga ik er ook wel voor. En dan heb ik ook geen behoefte aan iemand anders. Ja, ja. En wanneer zijn zeker niet zo flirten en zo, daar ben ik helemaal geen goeie. Dat kan ik niet. Niet flirten. Nooit geflirt in je leven? Mannen zot gemaakt? Nee, ik denk dat niet. Je weet niet hoe het moet? Nee, ik weet niet hoe dat moet. Echt niet. Zeg nog één ding. Ja, ongeduldig. Het schijnt dat jij heel ongeduldig bent. Dat rammen dat wel hebben. Ja, dat is dan ook weer op wat je daar juist dan zei, want dat moet dan gebeuren. Als ik iets in mijn hoofd heb, moet dat dan ook gebeuren. Zoals als ik wil dat er vandaag gestofzucht wordt, moet er gestofzucht worden. Oké, dat is noods met de zweep erop, maar het zal gebeuren. Mijn bijnaam is de stofzuigheks, dus ja, je weet ook. Is dat zo? Ik ben de stofzuigheks. De stofzuigheks. Heb jij een fobie? Heb jij een drang? Dat je echt alles op een top gekuist moet hebben? Ja, nee, maar ik wil toch wel, als er iets ligt, dan kan ik al niet tegen zo. Je weet toch dat Anne van Elzen haar huwelijk gestrand is op dat, hè? Ja, oei. Omdat haar stoelen perfect moesten staan en dat allemaal kraak net moest zijn. Ja. Zo erg is het nog niet. Nee, dat hoop ik niet, hè. Maar hij is ook heel ordelijk, want ik ben niet zo... Allee, ik ben eigenlijk een redelijke slordige, maar ik wil wel dat altijd alles proper is. Je bent wel een goeie gij. Jij maakt alles vuil en ik wil dan wel dat alles... Dus hij moet dan uw rommel opruimen, of wat? Ja. Misschien. Nee. Maar ook ongeduldig in je job? Heb je zoiets van, als ik het beu ben bij TVL, dan sluit ik ook echt de deur en ben ik weg? Ben je iemand die dat risico durft te nemen? Maar daar denk ik ook weer dat ik trouw ben, omdat dat is ook zo een familiaal bedrijf, denk ik zo. Hè. TV Limburg, daar ben ik dan ook weer trouw aan. Ik zal daar ook alles voor doen. Ja. Ook als ik een andere opdracht of zo heb, ik doe daar dan ook alles voor, dat heel, heel goed is en dat alleen naar mijn denken dan goed is. Hè. Ja, ja. Ik denk wel dat moeilijk is om dan ooit te beslissen van nu stop ik ermee, want ja, wat daarna dan, hè. Dus een moeilijke stap, hè. Hoe lang zit jullie bij TVL? Ook 7 jaar. 7 jaar? Ja. En mis je ze, de collega's, Maarten en Rudy? Ja, een beetje toch wel. Hè. Een beetje wel? Maar gelukkig is er internet en WhatsApp. En dan blijven we wel regelmatig in contact. Ze zijn ook al op bezoek gekomen en zo. En volg je Studio TV elke dag? Ja, want borstvoeding geven duurt een uur. Dus dan kunnen we na middag daar gaan zitten en kijken. Super. En dan krijg je toch wel een andere indruk ook van dat programma. Zo, van, dat gaat zo en zo en zo. Dus, maar ja, ik dacht wel, ja, natuurlijk denk je voor
van, oh, ik ga daar niet zonder kunnen, maar nu heb ik mijn handen helemaal vol met Leonie, dus nu staat mijn kop heel goed. Anders, je hebt niks te doen, ze te zien. Ja, maar ja, die mensen moeten ook werken. Thuis en dan zorg ik ervoor, hè, punt. Zalig daar, hè. Slaapt alweer. Wat een leven. Braaf kind, hè. Kunnen we helemaal van dromen, toch? By my side, don't be shy, don't have faith. Gaat u goed al, heb je een indruk? Ja, het is fijn. Het is fijn. Het gaat beter als ik zelf had gedacht eigenlijk. Want in het begin dacht ik echt van, oh, ga ik dat wel kunnen? En hè, dat is zo klein en zo fijn allemaal. Ik had zo wel bang om daar iets mis mee te doen. Ook zo, ik had me al voorgesteld, oh, hoe ga ik dat ooit van de trap krijgen? Zo, hè, dat ik daarmee van de trap moet gaan, maar uiteindelijk gaat het allemaal vanzelf. Ja, ja. Wat zijn waarden en normen die jij van jouw ouders hebt gekregen, die je wilt doorgeven aan haar? Ik heb al eens een keer gezegd dat ik dezelfde opvoeding een beetje wil doorgeven. Zo van, ja, ik heb heel veel respect ook voor mijn ouders. En voor, ja, misschien heb ik soms iets te veel zo voor oudere mensen. Zo ook nu nog altijd. Ik altijd luister precies naar mensen die ouder zijn dan mij. En ja, respect. Ja, die trouwheid misschien ook een beetje die we het straks over gehad hebben. En dat ze beleefd zijn tegen iedereen en zo, dat zijn wel harde dingen die ik toch zeker wil meegeven. Ja. Dat ze mogen hun eigen weg een beetje zoeken, maar als ze dan een beetje aan de regels houden, dan is het goed. Gaat ze op stap mogen op haar 15e? 15e nu. Ik heb ook moeten wachten tot ik 16 was. Ja, maar dat was in de jaren stilletjes, hè? Ja. We zijn ondertussen 2014. Zullen we aan papa moeten vragen, hè? Is het waar? Ja. Maar ben jij zoiets van, oh nee, is het aan mij ligt? Nee, ze mogen misschien wel. Ik ben nogal heel streng op dat gebied opgevoed. Dus ik heb wel zoiets van als ze braaf is en ze vertellen alles en zo, dan mogen ze ook wel. Allee, als er wederzijds vertrouwen is, dan mag dat wel, vind ik. Ik heb liever dat je het weet, omdat ze dachten we rug doen. Hè. Maar jij mocht niks? Niks is veel gezegd, maar zo ik mocht dan maar één keer in de maand op stap. En dan soms denk ik, ja, dat hadden mij toen beter laten gaan. Meer laten gaan, want dan vind je dat heel plezant. En als je 24 bent, ja, dan heb je dan allemaal. Maar mijn mama had altijd zoiets, anders heb je alles al veel te rap gezien en zo. Ze wou dan dat we ons nog een beetje, dat er nog een beetje gespaard bleef. Zo, hè. Want uiteindelijk ben jij gaan studeren ook, hè? Je hebt Romaanse gedaan. Mm-hmm. Heb je op kot gezeten? Ja, in Leuven. Ja, heb je hem toen ook echt begaaid, zoals ze in Limburg zeggen? Ja, ik ging wel op stap en ik ging mee kantussen doen en dit en dat. Maar dat was niet dat ik dan helemaal los ging en poepeloeren zat thuis kwam of zo. Ik heb wel zo'n periode gehad dat ik wel heel veel op stap ging. Maar het is altijd binnen de perken gebleven. Al braven op dat gebied. Ja. Diepte. Ja, constant. Dat is zo'n katteken, hè. Zeg, ik heb wel nog een heel schoon cadeauke. Nog cadeaukes? Ja. Ik ga met dit beginnen, want het is nu eigenlijk toepasselijk. Ja. Nu je dat kunt opendoen terwijl je haar in de armen hebt. Moet jij eens pakken? Zou ik dat nog kunnen? Ja, gewoon niet. Oh my god. Oké, het is wel 8 jaar geleden. Zullen we eens naar tante Annemie gaan, hè? Wacht, dat hoofdje, want dat is nog zo klein. Wacht, hè. Opzetten? Ja, ik heb haar. Ze is nog altijd met kakken. Nog altijd een potten, ja. Er komt geen kakken uit, het is alleen maar windjes. Jij kent mij niet, hè. Mama gaat nou... Och, zit hier. Mama gaat een pakje open doen. Oh. Een spijlje, 2024, ja, 20 jaar. Over 20 jaar? Tudum. Oh, ze wil niet. Ja, ze moet al wenen daarvan. Nee, nee. Dat is een traantje. Het mooiste meisje van het hele land. Zo, kijk. Wat zo mooi. En eigenlijk hoort dat daar ook nog een beetje bij. Wat zeg, zoveel cadeautjes. En dan is het pakje compleet. Kijk, ze gaat er al van. Kijk eens, zoals mama vroeger. Toch? Dat stond er bij jou wel. Miss Belgian Beauty, dat is waar. Dat was ik. Leonie. Grote concurrent. Ze heeft nog tijd om te repeteren. Ja, het is wel. Elk jaar een beetje oefenen. Het lintje is eigenlijk ook een beetje te groot. Oh. Ja, want dat is, ja, zie je het al een beetje wat het is. Oh, prinsessenkleedjes. Het is een pyjama eigenlijk, maar met een tutu en een kroontje. Maf, hè? Missen hebben een kroontje, toch? Ja. Dus ik dacht een kroontje en een lintje en een tutu. Ja. En dan is het gewoon helemaal compleet. Sleeping princess. Mat ziet hoe mooi.
En er zit dan nog muziek bij. Ze moet wel een beetje. Dit is haar kroon, hè. Maar allee. Dan moet je die ook opzetten. Ja, dat moet jij dan maar doen. Ik durf dat niet. En dan is ze eigenlijk dat al is nog gekroond. Wat groot, denk ik. Eigenlijk ben je gekroond tot Miss België. Toch? Bij deze? Och, garen. Bij deze is ze gewoon gekroond. En die tutu die krijgen we niet aan waarschijnlijk. Kijk, ze lacht. Ze lacht. En niet op de foto. En die tutu kunnen we die ook nog aan doen. Wacht, kijk. Och, garen. Oh, die ziet er zalig uit. Die slaapt gewoon. Zo. Kijk, Leonie. Dat ben jij dus. Prachtig. Is het goed gekeurd, mama? Maar ja. Mag het? Maar ja, ziet hoe mooi. Is toch het schoonste kind van de wereld, niet? Bij deze is dat officieel. Cynthia, je hebt het mooiste kind van de wereld. Oh, dank u. Je hebt dat heel goed gedaan. Heel Limburg is trots op jou. Ja, amai. Je had nergens schrik voor hoeven hebben. Want, nee, het is, het is eruit gekomen. Hè. Geniet ervan. Iedereen zal het zeggen tegen jou. Geniet ervan. Je gaat het te weinig doen. Eigenlijk wel. Hè. Je zou nog zo wat meer uren in een dag moeten hebben. Hè, dat je zo kunt doseren. En dat hij ook slapen. Wanneer je zo langer slapen, dan kun je er denk ik meer van genieten. Zo. Ach. Dan zie je toch garm die kroon. En dan begin je gewoon aan de tweede, toch? Ja, dat zal nog even duren. Hè. Mooi. Merci voor de tijd. Jij ook, merci voor de cadeau. Oh, wacht, ik heb nog kakkenbonen voor u. Kakkenbonen? Ja, suikerbonen. Ah, dat zijn kakkenbomen en ham. En omstreek. Voilà. Wow, merci. Alsjeblieft. Kijk, dat krijg ik dan van jou. Samen met het wat je nou nog aan het produceren bent. Hè? Schat? Kakkenbonen. Doe maar gewoon door. Mami heeft jou kakkenbonen gegeven. Ik neem ze dan heel letterlijk. Mag ik ze houden? Nee. Hallo. Neem ze terug mee. Als je een babysit zoekt. Hè? Dan wel. Ja, dan zal ik ze eens brengen. Baby, one more time.